Robin van Persie en Heerenveen geven 9 FC Groningen. Sportbericht over SC Heerenveen en FC Groningen. De spanningsvolle confrontatie tussen SC Heerenveen en FC Groningen. In een opwindende voetbalwedstrijd tussen SC Heerenveen en FC Groningen die veel toeschouwers in de ban hield, is de rivaliteit tussen de twee teams opnieuw verscherpt. Beide teams uit de Nederlandse Eredivisie gaven elkaar een spannend duel dat door de fans van beide kanten met grote passie werd gevolgd. De wedstrijd begon intens, waarbij SC Heerenveen vanaf het eerste moment druk uitoefende op het doel van FC Groningen. Na meerdere doelkansen slaagde het Heerenveen-team erin om aanvankelijk een doelpunt te scoren en zo de leiding in de wedstrijd te nemen. Deze voorsprong deed de sfeer onder de Heerenveen supporters opleven en er werden roepingen om meer doelpunten gehoord. Volgens berichten voelden de spelers de steun van hun fans, wat het team extra motiveerde. FC Groningen liet zich echter niet ontmoedigen. In de tweede helft kwam het team terug in de wedstrijd. Ze konden de aansluitende goal scoren, die de hoop op een puntenwinst nieuw aanwakkerde. Toeschouwers berichten dat de tweede helft werd gekenmerkt door heftige acties en een open uitwisseling van klappen. De wedstrijd was gekenmerkt door intense duels en extra spanningsmomenten, die ook in de latere fases leidden tot kritieke situaties. Volgens een bron van de clubleiding van FC Groningen zou het puntenverlies bijzonder vervelend zijn geweest, aangezien men sinds enkele weken in goede vorm verkeert. Hier is de verzetting des tekstes in het Nederlandse. Ook de spelers gaven aan dat ze meer uit hun prestatie hadden kunnen halen om de tegenstander in toom te houden. Het team faalde echter vaak in de goed georganiseerde verdediging van SC Heerenveen. De wedstrijd eindigde met een krappe overwinning voor SC Heerenveen... wat een duidelijke boodschap naar de andere fans in de competitie zond. De rivaliteit tussen de twee teams blijft bestaan... en een nieuwe confrontatie is al in de volgende ronde gepland. Beide trainers uiten zich na de wedstrijd optimistisch... dat hun teams in de toekomst nog beter zullen presteren... En keken al vooruit naar de uitdagingen van de komende wedstrijden. De ontmoeting tussen Herderveen en Groningen heeft opnieuw aangetoond hoezeer de Nederlandse competitie door emoties is doordrenkt. De rivaliteit tussen de twee teams is diep geworteld en wordt met grote intensiteit voortgezet. Voetbalfans kunnen uitkijken naar de volgende ontmoeting, die de laatste maanden van de competitie nog spannender zal maken. Auteur Anita Vaken. Maandag 23 september 2024.